Ik ben educatiekundige van bedrijfsadvisering melkveehouderij. Deze videoles willen we toelichten hoe je de voerefficiëntie van de koeien kunt gaan verbeteren. De resultaten die in deze presentatie worden gebruikt, komen uit het Interreg-project Proticow. Interreg Proticow bestond erin dat 18 melkveehouders gedurende 4 jaar de gegevens met elkaar deelden, zowel op technische als bedrijfseconomische vlak, om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Die 18 melkveehouders kwamen uit 3 regio's, 6 Vlaamse, 6 Noord-Franse en 6 Waalse melkveehouders. Dus hoe kan ik de voerefficiëntie van mijn rantsoen gaan verbeteren? Het is een kwestie van de juiste knoppen of hefbomen te vinden waaraan dat je kunt je rantsoen gaan optimaliseren. Maar de eerste knop ligt bij jezelf. Je moet als melkveehouder erin geloven en ook durven. Dus durven vertrouwen op de kwaliteit van je ruwvoeders. Op het moment dat je je ruwvoeders naar waarde weet te schatten en dit dan ook met vol vertrouwen in je rantsoen gaat benutten, kun je gaan besparen en zo efficiënt gaan voeren en produceren bij de koeien. De insteek van de bijeenkomsten van de grensoverschrijdende club van 18 melkveehouders hebben we gebaseerd op de ervaring van onze Franse partner ACE, waar dat er al een aantal jaar een 11-tal studieclubs bestaan van melkveehouders die bij elkaar komen en die tot doel hebben in Frans 4 fois 100, dus 4 x 100, maar dan wel in de termen van dus een voederkost van minder dan 100 euro per 1000 liter melk, een melkproductie van 100 hectoliter of 10.000 liter per koe, niet meer dan 100 gram krachtvoeder per liter melk te gaan verbruiken, en dit dan zonder, in het Frans is dat sans, vandaar 4 fois 100, zonder productievoer te gaan benutten. 3/4 van de 18 melkveehouders zijn goed op weg om dit te bekomen, want het neemt wel tijd in beslag. Een jaar om erin te geloven dat het mogelijk is om zo te werken. Dan nog een keer een jaar om eigenlijk je ruwvoederteelten te gaan optimaliseren om tot die doelstelling te kunnen komen. En dan ook nog een keer het aanpassen van de koeien en het rantsoen om tot die 4 fois 100, 4 x 100 te komen. Hoe bereik je die doelstelling? Ik herhaal ze nog eens wat de doelstellingen zijn. 10.000 liter melk per koe produceren, dus 100 hectoliter. De voederkost niet boven de 100 euro per 1000 liter melk, of 10 euro per 100 liter melk. Een maximum van 100 gram krachtvoerhef per liter melk. Dat mag geen obsessie zijn, maar het moet wel een doelstelling zijn om dat te gaan beperken. En dan ook sans, dus zonder productiekrachtvoeder proberen te produceren. Om deze doelstellingen te bekomen, kunnen we eigenlijk een 4 hefbomen aanhalen. Een eerste hefboom is de ruwvoederkwaliteit, dus optimaliseren. Dit komt terug in Hans ons verhaal binnen het Interreg-project Proticow komt die ruwvoederkwaliteit altijd als eerste naar voren. Dus kunnen wij wel stellen dat de 18 melkveehouders er altijd op gefocust waren de kwaliteit van het ruwvoeder te gaan optimaliseren en daarbij ook kennis te gaan uitwisselen. Tweede hefboom is dan het uitbalanceren van het rantsoen aan de koeien. Dus zorgen dat we een goed uitgebalanceerd rantsoen verstrekken aan de koeien. Een derde punt is het beperkt gebruik van evenwichtig krachtvoeder. Dus zeker geen obsessie om heen te gebruiken. Maar wel om het beperkt te gaan toepassen. En een vierde punt, zeker ook belangrijk, want zonder ga je ook niet goed gaan produceren. Dus de gezondheid van de koeien, zeker voorop. Ook comfort van de koeien, maar ook van de melkveehouder. Dus het moet nog altijd wel haalbaar blijven om dit te realiseren. De eerste hefboom is dus de ruwvoederkwaliteit te gaan optimaliseren. Het doel van deze hefboom is de ruwvoeder van zodanig goede kwaliteit te gaan oosten, om eigenlijk een voldoende energierijk rantsoen te creëren, waardoor krachtvoeder niet dringend meer nodig zal zijn. Wat is een goede energiedichtheid van het rantsoen? Een basisrantsoen moet tussen de 950 en 1000 fem per kilo droge stof bevatten. Een eerste product die in een basisrantsoen teruggevonden wordt is maïskool. Die haalt over het algemeen altijd 950 en 960 fem. Dus naar dichtheid toe en ook naar verteringssnelheid is mais blijkbaar een heel goed product om daarin te passen. Een tweede belangrijke pijler in het ruwvoederrantsoen is de graskuil. Maar daar moet je misschien ietsje meer inspanningen aan doen,
om boven die 875 fem uit te komen. Maar er zijn ook melkveehouders die vlot graskuil kunnen gaan telen of oosten die boven de 950 fem uitkomt. Een derde punt, dat ook nog water van 2 tot 3 kilo droge stof in de basisrantsoen terug te vinden is, is perspoep of voederbieten. Die halen ook sowieso 1000 fem per kilo droge stof. Als die producten van voldoende hoge kwaliteit zijn, dan zie je dat je basisrantsoen vlot tussen de 950 en 1000 fem per kilo droge stof gaat uitkomen. Als er één van deze producten een beetje gaat tegenvallen, en de laatste 2 jaar hebben we in Vlaanderen wel last gehad van droogte, waardoor een maïskuil zonder graan op een aantal percelen wel geoost geweest is, dus dat die 960 fem van de maïskuil niet geoost geraakt werd, of dat de graskuil omwille van te veel ruwe zaalstof geen 875 fem haalde, dan hebben we eigenlijk als reservewiel nog productiekrachtvoer, of het krachtvoer te koel. Dus eigenlijk dient dat vooral om het basisrantsoen, indien dat de energiedichtheid te laag zit, te gaan aanvullen. Wat kunnen we allemaal doen om de ruwvoederkwaliteit van zodanig niveau te krijgen dat de energiedichtheid van het basisrantsoen voldoende hoog is, waardoor dat er minder krachtvoer nodig is? We hebben een aantal criteria opgelijst, zowel voor graskuil als voor snijmaaiskuil. Bij graskuil moeten we vooral letten dat we jong maaien, maar ook niet te jong. Dus optimaal zitten we op 2 knopen te maaien. Ondergrens om te maaien is 1 knoop. Gras vormt 3 knopen alvorens het gaat bloeien. Dus op het moment dat we moeten maaien met een 3e knoop, zitten wij met oud gras te gaan maaien. Streef bij dat jong gras dan zeker naar een droge stof van 45% droge stof. Want alles dat we onder de 40% droge stof halen, maakt het risico groter op boterzuurvorming in de kuil. Een ander voordeel om die droge stof op 45 te krijgen, is dat de eiwit bestendiger wordt. Dus we gaan duidelijk meer DVE in het gras hebben bij een droge stof van 45, dan bij hetzelfde gras die maar een droge stof haalt van rond de 30%. Het spreekt voor zich om dat allemaal te bekomen, dat we misschien ook moeten beslissen om niet alles van de eerste snede in 1 maal te gaan maaien. Het lijkt ook logisch dat Italiaans rijgras vroeger aan die 1e knoop gaat komen dan ons Engels rijgras op de weide. Dus dat moeten we dan ook nog gaan bekijken. Het is ook belangrijk om het minimaal aantal bewerkingen die droge stof van 45 te gaan bekomen. Dus hoe minder dan we moeten schudden, hoe minder risico dat we aarde in de kuil gaan brengen. En dan is het ook wel logisch dat bemesting heel belangrijk is om eigenlijk de inhoud van die plant te gaan bepalen. Wat dat er niet in de bodem zit, kan niet door de plant worden opgenomen, kan dus ook niet in de kuil terecht gaan komen. Dus om eiwit te vormen hebben we stikstof nodig in de bodem, waardoor we eigenlijk dan een eiwitrijke kuil kunnen gaan oosten. Bij maïskuil streven we vooral naar een droge stof van rond de 35%. Dus maar op het moment dat je bijna enkel maïs gaat geven aan de koeien, wat dan in Vlaanderen minder voorkomt, in Frankrijk zou dat wel een keer gebeuren, dat is dan wordt voorgesteld om die droge stof niet te hoog te laten komen, eerder naar de 233, om niet te veel bestende zetmeel in het rantsoen te hebben. Maar in onze klassieke rantsoen in Vlaanderen, waar dat er 35 tot 45% droge stof van, gras, van het ruwvoederrantsoen het graskuil gaat bestaan, gaan we wel streven om het liefst rond die 35, 36 droge stof te zitten. Optimaal zitten we tussen 4 en 36% droge stof. Het plafond is wel 38, dus alles die dan droger is dan 38 droge stof, gaan we zien dat het lastiger is om de kuil goed te bewaren, en dat het zetmeel ook al ietsje te bestendig aan het worden is. Ook belangrijk bij maïskuil is dat je het graan toch voldoende rijp laat worden, dus dat we een deegrijp zetmeel hebben, dus waardoor dat het zetmeel toch voldoende bestendig wordt. En dan ook accelente gaan aanpassen in functie van het rantsoen. Eigenlijk komt de prik in de basisrantsoen vooral uit de graskuil. Maïskuil is vooral om als energieleveraar en ook als een goed verteerbaar materiaal die tamelijk snel door de koe kan gaan. Dus vandaar dat het belangrijk is om maïs ook niet te lang te hakselen. Optimaal zit hier tussen de 10 en de 12 mm. Op het moment dat je boven die 12 mm gaat, ga je in feite je verteerbaarheid van je restplant ietsje kleiner laten worden. De tweede hefboom is een goed uitgebalanceerd rantsoen aan het voerrek krijgen. Wanneer is een rantsoen nu mooi in evenwicht aan het voerrek? Er zijn een aantal aandachtspunten. Eerst aandachtspunt
is een voldoende hoog energieniveau in transoenamen, dus boven de 950 fem per kilo droogstof transoen gaan krijgen. Een tweede punt is dan ook nog een keer het eiwitgehalte moet voldoende zijn, hoog zijn. En dan kijken we naar een verhouding DV op fem, van 95 DV op 1000 fem te hebben aan basisrantsoen. Tweede criteria is dan ook voldoende cellulose. En ik streef ernaar om van de totale droogstofopname dat 25% NDF, dus verteerbare vezels, bevat. Of in het totale rantsoen 17 tot 18% ruwe zaalstof gaat bevatten. We willen het zetmeelgehalte niet te hoog laten komen. Eigenlijk optimaal zitten we tussen de 15 en 18% zetmeel in het rantsoen. Waarom willen we niet boven de 18% of zeker niet boven de 20%? Is eigenlijk dat zetmeel toch altijd het risico op verzuring, zowel op pensniveau maar ook op darmniveau, gaat verhogen, waardoor dat de vetgehalte in de maag gaat dalen. Maar waarom willen we ook niet te laag? Omdat zetmeel een prachtige energiebron is. En we willen dat ook niet laten schieten, dus die 15% is echt het minimum dat we nodig hebben om voldoende te maken en ook eiwit in de maag te krijgen. Daarvoor is dat zetmeel enorm belangrijk. Daarbij komt ook het vierde criteria dan, probeer het krachtvoeder te gaan beperken. Want het is ook weer het risico op pensverzuring verhogen als we heel veel krachtvoeder moeten insteken. Probeer een krachtvoeder zeker niet boven de 25% van de totale droogstofopname te laten komen. En eigenlijk ook met een gecontroleerde opname, dat wil zeggen dat we eigenlijk niet meer dan 3 tot 3,2% van het lichaamsgewicht in krachtvoeder willen aan die koeien te gaan verstrekken. Naast deze criteria moet je er dan ook natuurlijk voor zorgen dat we een optimale opname gaan krijgen. Niet enkel de inhoud van de producten is belangrijk, maar ook hoe dat ze voor de koeien gebracht worden. Smakelijkheid, dus er mag zeker geen broei of slechte smaak in zitten. En dan ook zorgen dat er eigenlijk continu voer aan het voerrek gaan liggen. Dus dat de dieren 24 op 24 aan een goed smakelijk rantsoen kunnen. De derde hefboom is dan het gebruik van samengesteld krachtvoeder. Met dan links de opmerking van vertrouwen op je ruwvoeders. Eigenlijk is die quote, of ik confiance à votre fourrage, gekomen op een bijeenkomst van die melkveehouders. Waarbij dat er eigenlijk gevraagd werd om over een maand een keer te kijken hoeveel krachtvoeder er verbruikt werd naast de productie. Daarbij kwam aan het licht dat het verschil in melkproductie tussen de Vlaamse en de Noord-Franse melkveehouders in feite 0,1 liter standaard melk was. Bijna dezelfde melkproductie per koe per dag werd geproduceerd. Maar om dat te produceren hadden de Fransen op dat moment 35 gram per liter melk minder krachtvoeder nodig. Dus in feite, als dat dan rekent op een miljoen liter jaarproductie, dan dat in feite op 35 ton minder krachtvoeder nodig op een jaar om dezelfde productie te halen. En daar kwam de opmerking van een Franse melkveehouder: voel naar wie pap confiance wordt verhuisd, dus jullie vertrouwen jullie ruwvoeder niet. Dus eigenlijk is het eerste punt in dat krachtvoederverhaal van probeer het te beperken als het niet nodig is. Maar probeer zelfs op het moment dat het nodig is, het aantal krachtvoeder nooit hoger dan die 35% van het rantsoen te halen. Dus kom je in een structuurprobleem. Met een optimum rond die 25% van het totale rantsoen. En als basisrantsoen voldoende energierijk is, is het mogelijk om geen samengesteld krachtvoeder te gebruiken. Om dat te bekijken, moeten we eigenlijk een beetje naar het Franse systeem gaan kijken. Maar dat is in feite de energiedichtheid van het rantsoen. Is dan, dus UFL is de energiedichtheid van het product per kilo droogstof, delen door de unité encombrement laitière, dus de verdringingswaarde van het voeder. En op het moment dat deze verhouding, energiedichtheid van uw voeder, voldoet aan de behoeftes van het melkvee of hoger zit, dus wat zijn de behoeftes, dus wat dat de koe nodig heeft voor onderhoud, voor productie, voor dracht, en de dichtheid van het rantsoen hoger zit dan wat dat de koe nodig heeft, hoef je in feite geen krachtvoeder meer toe te passen. Op het moment dat de energiedichtheid daarentegen lager zit dan de behoefte van de melkvee, is de krachtvoeder het ideale element om dit dan te gaan opkrikken. De opnamecapaciteit van de koeien wordt berekend aan de hand van deze tabel. Deze tabel komt eigenlijk uit de voederwaardetabellen van de Indra.
Franse tegenhanger van Ulvo. En laat eigenlijk via verschillende fragmenten zien hoeveel een koe kan gaan opnemen. De opname wordt berekend op basis van de grootte, het gewicht van de koeien, op de productie, de dagproductie van de koeien. Dus een koe die 50 liter melk produceert, zal meer vreten of heeft een hogere opnamecapaciteit dan dezelfde koe die 30 liter melk gaat produceren. De lichaamsconditie van de koe, dus op het moment dat ze een te lage conditiescore heeft, als ze moeten iets meer gevoederd worden, als ze iets meer eten dan een koe in een hogere conditie. De leeftijd van de koe, een vaars, eet sowieso minder. En ook het lactatiestadium, dus hoe ver zit ze al in het lactatie. In het voorbeeld die hieronder staat, hebben we eigenlijk een koe genomen die een opnamecapaciteit, dus een UEL, heeft van 19,7 unité encombrement laitier. De vierde hefboom is dan de gezondheid en comfort van de dieren. Dus eigenlijk het vermogen van de koe om een rijke melk te produceren hangt ook af van haar gezondheid en comfort. Als eerste punt willen we toelichten het legcomfort. Dus één legplaats per koe of 1 vierkante meter in de potstal beschikbaar per ton melk die geproduceerd wordt. En we kunnen hier stellen dat per uur dat de koe langer kan liggen en herkauwen, overeenkomt met 1 liter melk is extra melkproductie per dag. Puntje 2 dat we dan willen aanhalen is de metabole gezondheid van de koeien. Dat is eigenlijk belang van transoen om acidose, acetonomie of ketonomie, kalfziekte te gaan vermijden. Eigenlijk een belangrijk punt om vooral acidose te checken is dat de eiwitverhouding in de melk bij de levering aan de melkerij moet tussen de 1,15 en 1,3 zitten, dus vet die dan door het eiwit. Een derde puntje is dan de algemene gezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid van de dier. Het lijkt ook wel logisch, maar een koe die met putproblemen zit, gaat zij moeilijk gaan verplaatsen, eet onregelmatig, verteert slecht, produceert slecht en heeft daarbij ook nog een keer een slechtere vruchtbaarheid. Hier maken we nog even de brug met het economische resultaat. Dus om de resultaten van de 6 Vlaamse melkveehouders, 6 Franse melkveehouders en 6 Waalse melkveehouders te gaan vergelijken in de tijd. Dus op het moment dat het project begon in 2016-2017 versus de periode 2019-2020, hoe dat deze groepen evolueren in het gebruik van krachtvoer. In Vlaanderen zijn we van 183 gram krachtvoeder per liter melk naar 222 gram geëvolueerd. En toch is dit een mooi voorbeeld om te tonen dat we ook niet autistisch krachtvoeder moeten willen besparen in de rantsoenen. Op 3 van de 6 bedrijven hadden we in 2019-2020 te maken met minder goede maïskwaliteit, dus maïs met geen zetmeel in, waardoor dat we dit toch sowieso moesten gaan aanvullen met krachtvoeder. En komt er ook dat er 1 van de 6 bedrijven niet echt durfde om zijn krachtvoedergift te gaan zakken dan volgens de ruwvoederkwaliteit. In Frankrijk, die al heel sterk stond in krachtvoedergebruik, zien we dat ze eigenlijk door het uitwisselen met andere melkveehouders uit andere regio's zelfs nog verder gezakt zijn. Dus van 173 gram, 144 gram krachtvoeder. En de Waalse collega's die ook later in het project binnengekomen zijn, dus de Vlamingen en de Fransen, wisselden allemaal elkaar uit van 2014. De Waalse melkveehouders zaten in 2016-2017 op 235 gram krachtvoeder per liter melk, zijn gezakt naar 202 gram. Bij deze groep kunnen we inderdaad stellen dat het zakken van 30 gram krachtvoeder per liter melk en de middelmelkproductie binnen de Proteco-groep was 1.025.000 liter melk per jaar dat geproduceerd werd, kunnen staan met die 30 gram verschil dat er 30 ton minder krachtvoeder nodig was op een jaar om dezelfde melk te produceren. Dit is een belangrijk besluit binnen Proteco. Het is niet de bedoeling om minder krachtvoeder te gaan gebruiken, het is wel de bedoeling om met het krachtvoeder dat je gebruikt meer melk te kunnen produceren.
Voilà, nu rest mij nog jullie te danken voor jullie aandacht. En je kunt meer info over het Interreg-project Protico vinden op de website, op Facebook en ook op YouTube, waar dat deze videolessen op verspreid worden.